dames. Ik wil eens een keer jullie ook laten zien. Want jullie staan eigenlijk altijd achter de camera. En ja, ook bij Zieters te binnen dus. En ik wil eigenlijk heel graag weten wat jullie ervan vonden. Ja, 13 in een dozijn, hè? Ja, inderdaad, 13 in een dozijn. Ja, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ja. Het was echt super leuk om met jullie samen te werken en gewoon samen op pad te zijn. En ook om die dorpen allemaal eens wat beter te leren kennen. Want ja, ik kom wel uit Vara in mijn zeestand, maar Vara woont er al heel lang. Maar ja, de dorpen, die heb ik nog niet allemaal gezien. Of in ieder geval niet zo, de informatie die je nou kreeg. Nee. Dus dat was wel heel leuk. En we hebben zoveel nieuwe mensen ontmoet. Ja. Dat was echt leuk, hè? Ja, ja. Dat is echt leuk, ja. Heb je nog wel eens contact? Ja, ik heb ze sowieso eigenlijk nog allemaal daarna gesproken, zeg maar. Om ook eigenlijk te kijken van, hebben ze nou zelf eens reacties gekregen op wat ze eigenlijk gedaan hebben? Want het is voor ons is het eigenlijk heel normaal om met de camera bezig te zijn. Ja. Maar wij plukken ze eigenlijk uit hun natuurlijke habitat, zeg maar. En dan moeten ze in één keer voor de camera gaan staan. Ja, ga er maar aan staan. Ja. En ja, ze hebben eigenlijk allemaal wel echt hele leuke reacties gehad. Oh, kijk, nou dat ja. Is... Ja, want we zijn dit begonnen omdat we zeiden we willen zo graag contact krijgen met de dorpen en we willen ze leren kennen. Hè? De mensen daar, maar ook de gebruiken en de feestjes en de verenigingen. En zijn we daarin geslaagd, denk je? Ik denk het wel, ja. Ja, want ze hadden het eigenlijk allemaal zelf in de hand. Ja. Dus ze mochten gewoon zelf vertellen wat ze wilden. Wat we de mensen thuis hebben laten zien is wat zij brachten. Ja, en niet precies. Wat wij verzonnen. Ja. 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 Ja, wij gingen eigenlijk gewoon, hoe noem je zoiets? Bleu op pad. Bleu? Oh, zonder thee. Out of the blue. Ja. Oh ja, out of the blue. Gewoon zeg maar helemaal, ik moet ook zeggen dat ik echt niks voorbereid heb. Dat was te zien. Ja. Dat is niet waar. Ja, maar dat is ook juist de kracht, hè? Want je ja. Laat het woord ja. Aan de mensen die vertellen over hun dorp. Vertellen kunnen ze. Ja, weet je nog die eerste? Ja, maar nou, toen was jij er nog niet bij, hè? Toen was ik er niet bij, toen kon ik niet. Die vergeet ik niet zomaar, nee. Dat was Kasterij, hè? Jan Strijbos. Bloedheet. Met zijn mooie tuin. Ja. Dat was en vertellen kon die. Want zoals je ziet is deze tuin ontzettend mooi en ontzettend groot. En ik heb me laten vertellen dat hij hier ergens is. Hé, hey, Jan! Hoi. Kom eens. Nou, wat ik aan Kasterij wel leuk vond, is... dat is dan niet zozeer inhoudelijk, maar... daar zie je Marloes op een gegeven moment zitten. En dan wordt er niks gezegd. Ja, we doen het ook wel. Ja. En zie je in één keer Marloes... van de hitte en dat vliegengeluidje erbij. Had je heel leuk ja, ondergemonteerd. Ja, ja. Ja? Ja hoor. Waar ja? Waren we eigenlijk? We smaken nog steeds. We lopen even naar het kapelletje door en dan kunnen we even kijken hoe het is. En dan gaan we langzaam naar Brabant. Dan kunnen we een beetje ruiken. Oei, ja. Ja, dat is wel echt de aflevering waar ik het meest gelachen heb. Oh. Ja, ik vond het leuk waar je in de kerk, ja, ik wil. En maar er zat ook een vrouwtje, hè? Die, er was zo'n nonnetje. Anderstalig vrouwtje was dat, hè? Die daar, en die, maar die keek op een gegeven moment wel een beetje boos. Misschien heb ik er nog wel een fragmentje van liggen, want die keek op een gegeven moment wel om, zo van oh, oh. Wat ik ook wel heel erg leuk vond, was toen we naar de hei gingen. Ja. En toen ben ik de week daarna nog teruggegaan naar die, de log. Oh, ja, ja, en heeft Jan toen gefilmd. En nou, ik ging naar huis en ik dacht, dat is helemaal niks. Dat is helemaal niks geworden. En ik ging hem monteren en het was toch zo leuk. Met die jongens die door die emmer in zakten. En we hadden die een lol, zeg. Een vredepeel, vond ik. Oh ja, dat was ook heel bijzonder. Met die paarse rij. Maar we kregen wel mooie informatie. En ook waar we toen bij die, bij dat zootje geweest zijn. Welk zootje? Ja, toen zijn we echt met de auto helemaal achteraf ergens. Oh, bij dat... Een bepaaltje. Bij die grenspaal. Ja. Grenspaal geweest zijn. Met Brabant was het. Hartstikke mooi natuurgebied gewoon. Ja. Jeetje. Maar bij die hei, ik denk, nou komen de beste bijen bij je, hè? Maar dat was daar niet. Nee, dat was ergens anders. Dat was het veulen, weet ja, je dat ja, ook? Ja, ja, ja. Nou, Luren,
val, oh, zeg maar. Sorry. Dus mijn kind naar school in. Ja. Dat is wel succesvol, ja, zeker. Actie. Actie. Vraag me af, hè, wat vonden jullie nou echt de aflevering die er uitsprong? Lastig vraag. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik kan je wel zeggen welke er niet uitsprong. En dat was toch wel leunen. Ja? Ja, daar hebben wij toch wel een paar foutjes gemaakt eigenlijk. Hè? Ja, dat is wel waar. Wat slechter beeld, kwaliteit. En het geluid was niet helemaal optimaal. Nee, want het echo'de daar heel erg in de bank. En dat hadden we in het begin natuurlijk helemaal niet door. Pas achteraf. Dat is wel jammer, want leunen is zo'n mooi dorp. Die klompenmaker, ja, dat vond ik echt het hele einde. Ja. Maar ook die omgeving van Leunen, daar is zoveel moois te zien. Zoveel groen. Die wandelroute, de Paas, hoe heet dat? Ja, de Paas. Ja, de Paas, prachtig, ja. Hoor. Ja. Ja. En zo voors en zo tegens. Want ik vond Wansum bijvoorbeeld het hele einde, dat vond ik echt super mooi. Ja. Maar daar waren ze heel veel aan het bouwen. Ja. Dat vond ik wel jammer dan. De humor in Wansum vond ik ook te gek natuurlijk. Ja, met Meloes naar de boot loopt. Ja. Ja, ik heb er alleen eigenlijk uitgezocht. Ja, ben je er nog mee weg geweest? Want je kwam niet meer terug, hè? Wansum in één zin. Een prachtig dorp. Een prachtig dorp. En je ziet welkom. En altijd. Nou ja, ik kom er sowieso altijd doorheen, dus mij moet er maar wat vaker gaan stoppen dan. Ja. Benieuwd, goed. Ja. Je kunt er alles krijgen, wat ik al zei. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. En dan tot ziens. Oké. Okay. Dan ga ik verder. Jo, bye. Oh, Marloes, hou een auto stap aan, hoor. Ja, dat ben ik niet. Nou, en in IJsselstein, dan weer ook onze conditie wel even op de proef gesteld, hè. Weet je nog, we hadden afgesproken bij de paardenkop. Het is maar een stukje. En we hadden de auto aan de paardenkop weggezet en niet op de parkeerplaats al langs. Dus we zijn helemaal dat paardje ingelopen, helemaal links omgelopen. Door de bush. En toen hadden we afgesproken met, weet je, Martijn. Zo, met Martijn. Ja. En die kwam gewoon van de andere kant aan lopen. Ja. Huh? Ja. En dat was met 10 minuten lopen. Dat was echt een stukje. Terwijl wij al half uur het show waren met die camera en statief. En nou, dat was... En we moesten daarna de toren ook nog in, helemaal omhoog met de camera. Ja, ik niet, hè? Wij wel. Ja, wij wel. Maar dan heb je toch ook wel even een uitzicht. Ja, dat was echt wel heel erg mooi. Ja. Ja, ja. Nou, zullen wij nog eens wat vertellen dan? Nou, inderdaad. Want we hebben wat leuks voor jou. Spannend. Wij zijn dus nog niet klaar, want wij dachten, als we zo de dorpen beter kunnen leren kennen... Dan kunnen wij ook organisaties, culturele organisaties, beter leren kennen. Dus, en dat ga jij doen. Oké. Ja. Ik bedoel, ik heb jou wel eens horen zeggen dat jij nog een hobby zoekt. Nou, eigenlijk zegt ze altijd, er zit te weinig tijd in een dag, want ik zou nog zoveel meer willen doen. Ja, precies. Ja, dat is een beetje mijn probleem. En dat ga je doen. Maar, Loes, zou je dat willen doen? Nou. Ah, je hebt altijd al eens willen line dansen. Dat heb ik al eens gedaan. Of potten bakken. Ja. Of vierlieppen. Oh, dat doen ze hier niet. Zo net als met Patrick Swayze, weet je. Zo, balletdansen zie ik jou ook wel doen. Ja. Of maskers maken. Ja. Kan ik bij Karen in de leer. Ja, keramiek. Striptekenen. En dan krijg ik van tevoren dat te weten? Vast wel. Schilderen. Klompen maken. Wat hebben we nog meer? En wat hebben we eigenlijk allemaal in Van Rij? Nou, misschien heb jij nog wel een hele leuke vereniging of stichting of groep. En even niet naar mijn collega kijken hier, want zij weet er niks van. En denk jij, Marloes moet bij ons komen. Neem even contact op met Marielle of met mij. Je kunt gewoon even mailen naar info@culturavanrij.nl. Dan komt het bij ons terecht en dan gaan wij kijken of het kan. En dan nemen wij jou mee in Marloes zoekt een hobby. Marloes zoekt een hobby. Ik zal het zien. Oh, daar komt het aan. Een kostie. Ja, die is van mij. Heerlijk. Heerlijk. Oeh, dat ziet er ook lekker uit. Aan de volle de roos, dus... Ah, zit toch. Ik pak even brood voor. Dankjewel. Ja, nou ja. Dat was eigenlijk een keer ons plan, hè. Ergens in een dorp, lekker op het terras te lunchen, maar het kwam er steeds niet van. Nee. Dus dan doen we dat nu maar. Dan maar nu, ja, zo goed excuus. Goede finish, finish in touch. Ja. Ja, ja, vind ik ook. En zo te zien, een goede plek uitgekozen. Ja. Nou, dat was hij voor deze. En dan op naar Marloes zoekt een hobby. Yes. Toch? Doei. Doei.
Had ze de tekst van buiten geleerd? Had ze de tekst van buiten geleerd? Is zo? Maar ja. Maria Kapel, dat is toch een Holtes? Ja, dat weet ik, ja. Wat even een klein testje, Bloes. Wat allemaal scherp blijven. Nee, ja. Dus het Joost Kapel, Maria Kapel, de kroeg natuurlijk wel. En hij moet er een Rabobank beest al, maar die hebben we weggepest. Ik zie het maar goed. Wat wil ik ook weer zeggen? Want van de ene associatie in de andere kom je hier. Nou, wauw. Is dit wat... Nou, wel. En dan hebben we hier de kapper. En daar kan niks aan mee verdienen, dat zie je wel, hè. Ja. En hebben jullie ook een soort van dorpsraad of iets? We hebben een... ja, dorpsraad. Ja, ja. Ja, ja. Oké, okay, leuk. Nou, hey, goed. Wat een goed pas. Hé, hey, dat was niet gebeurd. Oh ja, sorry. Nou, tot de volgende keer. Doei. Doei. Succes verder. Goeie shot.